Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De situatie is gespannen in Venezuela. Vanochtend om 6 uur heeft oppositieleider Juan Guaido in een videooproep gezegd dat vandaag de laatste fase in is gegaan van het omverwerpen van het regime van Nicolas Maduro. Guaido verscheen samen in de video met oppositieleider Leopoldo López. Die werd sinds augustus 2017 in huis vastgehouden. Hij meldde dat hij is bevrijd door militairen. Op Twitter verschenen filmpjes van militaire voertuigen door de straten van Caracas en blokkades rond de militaire basis La Carlota. Daar is Guaido. De filmpjes laten tevens militairen zien met blauwe bandjes om de armen om aan te geven dat ze aan de kant van de oppositie staan. De regering van Nicolas Maduro noemt de ontwikkelingen een coup waar ze hard tegen op zullen treden. Over de hele wereld wordt gekeken naar de situatie in Venezuela. Onder meer president Donald Trump van Amerika zou de situatie nauwgezet volgen. Colombiaanse president Iván Duque roept het leger en de bevolking van Venezuela op om aan de juiste kant van de geschiedenis te gaan staan en de dictatuur en overheersing van Maduro af te wijzen. De Spaanse regering laat weten een bloedbad te willen voorkomen. Hoewel Spanje een van de landen is die Guaido als wettige interimleider erkent, stelt de woordvoerder van de regering dat het een militaire staatsgreep nooit zal steunen. Advocate Lizaima da Costa Gomes overweegt een bodemprocedure te beginnen tegen de regering van Meugen Ruggenaat. Die is volgens haar verantwoordelijk voor een totaal uit de hand gelopen beleid van de Gaming Control Board. Volgens de Gaming Control Board zijn de fundraisingsactiviteiten van MFK en Fondation Gerrit Schotten illegaal. Volgens da Costa Gomes is de Gaming Control Board helemaal niet bevoegd daarover te oordelen. Volgens haar hebben de loterijen door de actie van de Gaming Control Board schade opgelopen en daarvoor wil ze de regering aansprakelijk stellen. De rechtbank heeft gisteren de voormalig supervisor van het rijbewijskantoor veroordeeld tot het betalen van een boete van 10.000 gulden. Ook mag de supervisor 5 jaar lang niet in dienst van de overheid treden. Als de supervisor niet de boete betaalt, dan moet hij 200 dagen in de gevangenis zitten. Het is het gevolg van langdurige rijbewijsfraude. Volgens de rechtbank is er geen twijfel aan de schuld van de voormalige supervisor. Leden van de politieke partij Curaçao Dinos Tour hebben gisteren bij de landsrecherche aangifte gedaan tegen minister van Financiën Kenneth Gijsberta, tegen president-directeur ad interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Leila Matroos Lasten en beoogd minister van Economische Ontwikkeling Nijsa Skopisenia. Volgens indiener Carlos Monk is een politiek machtsspel volledig uit de hand gelopen. Als gevolg daarvan hebben de Centrale Bank en de functie van minister van Financiën schade opgelopen. Hij wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet. Volgens Elvis Today, financieel directeur van het Zeeuws Hospitaal, verliest het hospitaal elke maand 500.000 zolang de tarieven niet kunnen worden aangepast. Hij zal erover binnenkort om tafel gaan zitten met de verschillende verzekeringsmaatschappijen, maar ook met de minister van Volksgezondheid en de minister van Economische Ontwikkeling. Volgens de financieel directeur van het Zeeuws is er geen tijd meer te verspillen. Charwin, broertje Marshall. De bekendste kok van Curaçao is gisteren naar Marchebieu gegaan om daar eer te bewijzen aan de verschillende koks die daar werken en het criollo eten in ere houden. Volgens hem is het eten van Curaçao belangrijk en moet het alle aandacht krijgen die het verdient. Op de foto's ziet u broertje Marcel die prijzen uitreikt aan de bekende koks van Marchebieu. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.